lastig in het begin. Ik denk dat ik haar leven behoorlijk onaangenaam gemaakt. Oh ja? Want ze zit heel lang bij mij. En ze heeft eigenlijk al vanaf het begin aangegeven... ik wil jou opvolgen. Ik denk, nou, we moeten eerst zien, hè, of je mij gaat opvolgen. Dus het was gewoon heel moeilijk om... en daar heb ik achteraf wel spijt van. Want met de kennis die ik nu heb, denk ik dat ik anders had aangepakt. Maar ik heb er eigenlijk altijd geëist van haar dat ze op mij moet lijken. Als je dan toch de leiding gaat nemen, dan moet je het beter dan mij zijn. Nou, en ja, zij heeft altijd gezegd, ik ben Rahma niet. Ik ben Umayma. En ik doe het op mijn manier. Dat heeft heel lang geduurd, totdat wij een coaches hebben ingehuurd... die ons uit elkaar hielden en zij ook een begeleider. Ja. Achteraf gezien denk ik dat er... Ik weet wel dat ik een keertje thuis kwam... en toen zei mijn man, je martelt die dochter. Als je zo doorgaat, dan ga ik vandoor. En dan kan jij gewoon lekker doorgaan met je bedrijf. Toen schrok ik daar heel erg. Ik denk, ja, mijn bedrijf is mijn kindje... maar eigenlijk mijn familie is belangrijker dan het bedrijf. En toen dacht ik, nou, ik moet het anders gaan aanpakken met haar. En ja, ze doet het nu sinds 2018. En ik ben ongelooflijk trots. En met de kennis die ik nu heb, had ik het echt iets anders moeten aanpakken. Dus het is